Van achter kwam namelijk een auto aangereden die mij met volle snelheid aanreed. Ik zei ook tegen hem, ik ben bang, weet je wel, ik voel mijn benen niet meer, ik heb bijna geen lucht. Uh, u heeft een complete dwarslezing. Uh, dat betekent dat u nooit meer zou kunnen lopen en de rest van uw leven in een rolstoel Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Groot of klein en elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Yes, en deze week duik ik achter een microfoon met Willem Hoofd, 30 jaar. Uh, en drie jaar geleden belandde jij in een rolstoel door een motorongeluk. Maar no way dat jij het water niet meer opgaat om te surfen. Jij ontdekte kitesitsurfen en probeert dat naar een hoger niveau te tillen. Um, ik als enorme kitesurf-liefhebber vind dat natuurlijk mega inspirerend en gek en ik vind het echt heel leuk dat je er bent. Um, hoe gaat het met je? Ja, superleuk om hier te zijn allereerst en um, ja, gaat goed met me. Bijna de hele week goede wind gehad, dus uh, dat helpt altijd mee met de gemoedsrust. En uh, sinds een aantal jaar doe jij sitkitesurfen, maar daarvoor was het niet per se kitesurfen, maar windsurfen wat je vooral deed, toch? Uh, ja, klopt inderdaad. Ik ben rond mijn twintigste begonnen met windsurfen en ja, eigenlijk vanaf dat moment dat, uh, dat, dat de gekte bij mij begon als het om surfen ging. Ja. Dat eigenlijk als het was ik op het water. Laten we even bij het um, begin beginnen. Um, een aantal jaar terug heb jij een motorongeluk gehad, waardoor je in een rolstoel bent beland. Uh, wat, wat is er precies gebeurd? Um, dat is nu precies 3,5 jaar geleden. Het was eigenlijk een ochtend als alle anderen. Ik ging op de motor naar mijn werk toe. Het was uh, vlak voor kerst en een paar graden boven nul. Ik was dik ingepakt op de motor en ik reed op de snelweg vanaf uh, Amsterdam naar, naar Tata Steel, waar ik uh, toen de tijd uh, uh, elke dag werkte. Ja, terwijl ik op de snelweg rijd, nader ik de wijkertunnel. En plotseling word ik verrast, want ik zie voor de wijkertunnel ineens stoplichten op rood staan. En de reden dat ik word verrast is dat je normaal natuurlijk op de snelweg geen stoplichten hebt. Ja. En als dat wel zo is, dan zie je normaal al kilometers van tevoren... waarschuwingsborden van uh, ja. langzaam rijden, 70, 50. En die had ik nu niet gezien. Dus ik kijk naar de auto voor me. En ik zie dat hij ook schrikt, want hij remt. Maar hij laat ook gelukkig zijn rem weer los. En ik denk bij mezelf, mooi, want met deze snelheid stoppen... gaat nooit lukken. He, want we reden gewoon volle vaart. En ja. op het allerlaatste moment uh, bedenkt de auto voor zich mij... en maakt hij alsnog een volle noodstop. Dus ik kon niet anders dan ook vol in de ankers... En ik voelde mijn motor slippen. Ik denk nog bij mezelf: alsjeblieft, laat je rem los. Want hij had verder helemaal niks voor hem qua verkeer. Maar dat deed hij niet. Dus uh, ik ben tegen hem aangekomen. Uh, met relatief een lage snelheid. Uh, maar wel door die, door die knal dat ik uh, opzij viel. Na, op de rijstrook uh, naast me. En terwijl ik omviel, dacht ik nog bij mezelf: gelukkig, weet je wel, het loopt af met een sisser. Dit had, had heel anders kunnen aflopen. Uh, maar precies op dat moment kreeg ik alsnog de klap van mijn leven. Van achter kwam namelijk een auto aangereden die mij met volle snelheid aanreed. Uh, die mevrouw die vertelde laatst tegen de politie dat ze ongeveer 90 kilometer per uur reed. En dat ook is pas is bizar gaan. bizar hard, ja. Ze ja, zei, ik ben ook pas gaan remmen nadat er een motorrijder op, me, op mijn bumper zat. Uh, ze, had, ze had mij niet gezien. Nee. Uh, door die klap ben ik uh, 41 meter verder neergekomen. Zo. En... Uh, Eigenlijk het moment dat ik op de snelweg viel, het eerste wat ik dacht is, ik moet de snelweg af, er komen auto's aan. Uh, maar toen ik omhoog wilde komen, toen voelde ik dat mijn lijf niet meer reageerde. En een moment later wilde ik uh, ademhalen, maar ook dat lukte niet. En mijn longen die bleken ingeklapt. Ja, op dat moment besefte ik me dat er niks was wat ik kon doen. Ik heb, me, ik heb mijn armen wijd gespreid op de weg om op die manier de, de capaciteit van mijn longen iets te vergroten. En ik besefte me van, als ik, wil, als ik wil blijven leven, moet ik blijven ademen. Dus probeerde ik kleine hapjes lucht binnen te halen. En terwijl ik dat deed, dat ik um, eigenlijk ja, mijn lijf aan het scannen was. Om te kijken hoe ik eraan toe was. Ja, en toen voelde ik dus dat ik mijn benen niet meer voelde. Ik wist ook niet eens meer of ze nog aan mijn lijf zaten. Um, een moment later kwam wel het gevoel mijn bovenlijf weer terug, maar... Ja, dat had ik liever niet gehad, want dat leek in brand te staan van de pijn. Ja, en wat dacht je op dat moment? Ja, op dat moment eigenlijk wat ik dacht is, het, nu is het klaar weet je wel. Ik voelde bij mijn rug allemaal warme golven van, ja, ik had zenuwschade, maar dat, dat wist ik toen nog niet. Ik dacht dat het aan het bloeden was, want zo voelde het. Uh, ik voelde mijn lijf steeds kouder worden, in mijn hartslag deed raar, ik had bijna geen lucht. Dus uh, ja, eigenlijk in mijn hoofd was ik afscheid aan het nemen. Tegelijkertijd dat ik daar lag, dat ik continu eigenlijk heen en weer schoot. Van aan de ene kant beseffen dat ik er heel slecht aan toe was. Voelde paniek en de angst. voelde. Wat ik zei, afscheid aan het nemen. Terwijl ik dat niet wilde natuurlijk. En enorm veel pijn erbij voelde. En tegelijkertijd ook besefte van, ja maar als ik wel wil blijven leven, moet ik zuinig omgaan met, met de zuurstof die ik heb. Moet ik mezelf kalmeren, ik moet rustig blijven. Ik ging een soort van meditatie naar de lucht toe doen. Om, om, om maar niet bij mijn lijf te hoeven zijn. En en mezelf te kalmeren. Maar ja, ik schoot, ik schoot continu heen en weer. Is het moeilijk om terug te gaan naar dat moment? Um, nou, ik weet niet of moeilijk helemaal het goede woord is. Het, is wel, uh, het doet wel een hoop met me altijd. Eh, maar ja, het is tegelijkertijd ook het meest, hoe zeg je dat, intense moment van mijn leven geweest. Ik heb ook, als ik soms alleen ben, dat ik bewust daar ook aan terug probeer te denken. Ja, ook omdat. Omdat op dat moment ik me ook nooit eerder had beseft hoe, uh, ja, hoe dankbaar ik ben om te leven, weet je wel. Ja. ja. Welke gedachten uh, gaan er dan in je om op zo'n moment? Nou ja, ik weet wel dat ik, uh, wat ik zei, heel erg bang was natuurlijk. En dat ik wel zoiets had van ja, als het klaar is nu, dan, dan wil, ik, wil ik niet met de, de, deze gedachten loslaten, zeg maar. Dan wil ik denken aan, ook aan mooie momenten of dingen waar ik dankbaar voor kon, kon zijn. En het ging allemaal razendsnel, weet je wel. Het is ook moeilijk om dat uh, zelfs voor mezelf onder woorden te brengen... wat er allemaal gebeurde op dat moment. Maar ik weet wel dat ik soms ook gewoon echt... een soort van warme deken over me heen voelde vallen van... Het, ja, het is oké okay zo of zoiets. Ja. Uh, een soort van... Um, um, een soort van, ja, berusting, denk ik. Maar... Uh, ja, ik heb me daar achteraf wel heel vaak aan terug zitten denken van hoe dat werkt, weet je wel. Ik bedoel, ik denk dat er weinig mensen zijn die dat meemaken in hun leven. Ja. Maar er zijn er wel meer. En ik heb er ook wel meer over, meer, ja, van, van andere mensen hierover gehoord. Ja. Dat fucking intense moment. Ja. En dan komt er natuurlijk al redelijk snel mensen die willen gaan helpen. Ja, exact. Op een gegeven moment, uh, ja, het leek voor mij een eeuwigheid te duren. Maar ja, hoe lang dat in werkelijkheid was, dat, uh, dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment kwamen er mensen uit de auto's uh, die natuurlijk gestopt waren. En um, ja, ik dacht ook misschien dat zij mij gerust kunnen gaan stellen hè, van uh, we hebben een ambulance gebeld en alles komt goed. En uh, weet je wel dus op een gegeven moment de meneer boos zich over mij heen en um, ik zei ook tegen hem ik ben bang weet je wel ik voel mijn benen niet meer. Ik heb bijna geen lucht en uh, met een lijkbleek gezicht sta in die boven me en zei hij zo ja daar heb je ook alle reden toe want het ziet er echt niet goed uit. Nou ja, op dat moment had ik natuurlijk zoiets van... oh, laat me maar weer alleen, weet je wel. Nee. Dat, dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, uh, wilt horen. Ik bedoel, je wil ook dat iemand eerlijk is... maar het is ook wel fijn dat iemand zegt van... oké, okay, komt goed, we gaan je helpen of iets in die trant. Ja, natuurlijk En ik denk natuurlijk... het is ook waar ik op hoopte, maar ja. En ook een andere mevrouw was heel hysterisch aan het gillen en krijzen. Die ja ook vol in paniek. Maar ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet, niet mee op zo'n moment. Nee. Dus uh, ik was blij dat op een gegeven moment de traumahelikopter kwam... en uh, later twee ambulances... Ja. Want uh, ja, ik merkte het ambulancepersoneel dat die dit natuurlijk gewoon uh, ook dagelijks doen. Die kwamen zo uh, rustig en professioneel over. Dat ik merkte dat dat me wel echt hielp om, uh, om te kalmeren. En op dat moment wist je ook dat je in goede handen was. Dus ik denk dat dat ook een bepaalde rust geeft. Van wat er ook gebeurt, deze mensen kunnen mij nu gaan helpen. Ja, zeker. Ik weet dat ik daar toen ik alleen op de weg lag, uh, heel erg op zoek was ook naar iets om me aan vast te houden. Van en dat ik toen ook dacht: van nou ik mag blij zijn dat ik in Nederland leef en dat er straks een ambulance komt of zo. Dus ook gedachten gingen er door mijn hoofd. Ja, en toen die er eenmaal waren, toen was ik daar ook wel echt, uh, echt blij mee. Al, al merkte ik ook wel weer dat aan hun reacties te zien, ik ook wel besefte dat het wel goed mis was. Toen ik eenmaal in het ziekenhuis aankwam, deden ze ook allerlei scans en testen. En toen op een gegeven moment dus de arts aan mijn bed kwam met het bericht, was het uh, helaas iets heel anders. Wat waren zijn woorden? Uh, hij, hij zei, uh, meneer Hoofd, het spijt me u dit te moeten zeggen, maar uh, u heeft een complete dwarslezing. En dat betekent dat u nooit meer zal kunnen lopen en de rest van uw leven in een rolstoel verder moet. Dat is echt het bericht waar je natuurlijk ja, heel bang voor bent in het leven, denk ik. Op Zo'n moment. Ja, tuurlijk. Ik was, ik was in de bloei van mijn leven, weet je wel. High potential bij mijn werk. Uh, met het surfen ging het fucking lekker. Een topconditie. Uh, ik had net uh, een jaar mijn motor, weet je wel. Superleuke vriendin en ja, het was uh, alsof ik dat allemaal in één klap onder me vandaan voelde vallen. Ja? Ik denk nou, die carrière, dat, uh, dat is nu klaar. Ik moet de rest van mijn leven in een bed in een woonkamer liggen. Dat, dat, is, dat is het eerste wat ik dacht. En ik moest ook denken natuurlijk aan uh, mijn sociale leven. Ik was bang om alleen achter te blijven. Ja? Dat, dat mijn vriendin bij me weg zou gaan, dat was voor, was voor mij al... Zo klaar is een klontje niet eens dat zij bij me weg zou gaan. Maar ik had zoiets van: ja, ik kan haar niet meer bieden wat ik haar wil bieden. Voor mij was het eigenlijk al klaar, weet je wel. We waren pas anderhalf jaar samen toen. En uh, ja, dat mijn familie er voor me zou zijn, dat, daar had ik wel vertrouwen in. Maar ik, ik, ik had echt een beeld voor me van: nou, ik moet uh, echt opnieuw gaan beginnen in het leven. Eh, en uh, ineens uh, met thuiszorg gaan leven en zo. Zo'n gedachte. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil op die leeftijd. 26. Ja, lijkt me heel. Echt ontzettend moeilijk. En dan, dan ga je met de arts verder in gesprek. En dan vertelt hij eerst, want hoe ik het heb begrepen, kon je eerst ook je armen niet bewegen? Um, ja, dat klopt. Nou, een complete dwarslazy, dat, dat heeft ermee te maken dat je vanaf een bepaald niveau niks meer voelt. Ja. Ja, bij mij is dat vanaf mijn liezen naar beneden toe. Um, maar ja, toen, ze hebben mij diezelfde nacht nog geopereerd. En toen ik de operatie uitkwam, toen uh, deden ook mijn armen het niet meer. En dat was uh, eigenlijk een tweede klap die daar nog overheen kwam. En de artsen snapten ook niet hoe dat kwam. Want ja, gekeken naar het uh, letsel wat ik had, zeiden ze uh, van ja, je zenuwen zouden gewoon moeten werken daar. En, niet verklaarbaar. Niet verklaarbaar. Ieder uur kwamen ze met een heel team bij mijn bed om te checken hoe het ging. En uiteindelijk kwamen ze die avond uh, met het bericht dat ze zeiden... ja, waarschijnlijk heb je met de operatie verkeerd gelegen. En we hebben je op je buik moeten draaien en hebben je armen als waren, boven je hoofd uh, gelegen waardoor je zenuwen afgekneld zijn geweest. Uh, het was een zes uur lang operatie. Dus uh, ze zeggen, dat gaat wel weer terugkomen, maar dat kan maanden duren. Dus op dat moment dacht ik echt bij mezelf... Ja, het was echt uh, een soort van nachtmerrie waar ik in zat. Alsof het was je nog niet genoeg... Uh... De ene klap naar de ander, weet je wel. Ik kon niet eens meer mijn eigen, eigen drinken vastpakken. Ik kon, uh, weet je wel, ik moest op bed gewassen worden en alles. Ja, het is echt als een fucking baby in de wieg, zo voelde ik me. Ja, terwijl je in de bloei van je leven staat en ontzettend krachtig bent. Exact, en volledig afhankelijk... Dus uh, maar ja, toen na drie dagen uh, werd ik wakker en had ik ineens weer wat gevoel in mijn vingers. Yeah. En in de loop van de dag begon dat gevoel weer helemaal terug te komen. Nou, en je kan je wel voorstellen, dat was echt, uh, nou, ik, heb me echt, uh, ik voelde me zo gelukkig en ook de mensen om me heen. Het was een soort van het eerste lichtpuntje. Yeah. Ja. want die eerste drie nachten ook, dat was een, uh, was een hel, yeah. weet je wel. Ik kreeg, uh, als pijnstilling kreeg ik uh, ketamine. Okay. maar uh, op morfine en weet ik veel wat. Yeah. Maar ja, ik lag gewoon de hele nacht te hallucineren oh, en weet ja. je wel, alles shit die ik heb meegemaakt in mijn leven kwam op het plafond voorbij en nou, ik werd helemaal gek. Ochtends om zes uur dan uh, stond of mijn zus of mijn vriendin bij mijn bed om uh, om weer eruit te praten, want ja, dat uh, was niet chill. En ja, toen ineens dus uh, na drie dagen dat lichtpuntje er weer was. Wat zou jij blij moeten dus, hebben? Uh, ik was echt, uh, ja, maar wij allemaal natuurlijk. Ja. Ja, dat ik op een gegeven moment mijn eigen eten weer kon eten. Nou ja, het zijn van die stomme dingen waar je niet eens over nadenkt, normaal. Ja. Maar op dat moment dat. Ja, ineens besefte van. Uh, ja, hoe, hoe blij ik was met een goed werkend bovenlijf alleen al, zeg maar. En je bent nog steeds samen met je vriendin? Ik ben nog steeds samen met mijn vriendin, klopt. En hoe was het voor haar? Uh, nou, niet makkelijk natuurlijk. Hè? Uh, ja, om natuurlijk ineens een vriendje te hebben die in een, uh, in een rolstoel zit. Ik bedoel, uh, dat is niet. Uh, de prins op het witte paard die je voor je ziet, weet je wel. Nee. Als het uh, over de sprookjes gaat. Nee, maar bewijs van. Um, maar ja, we hebben wel in het begin goede gesprekken erover gehad. Voor mij was het vooral heel belangrijk dat ze niet uit medelijden bij me zou blijven. Want ja, ik denk dat is het, uh, het kutste wat, uh, wat zou kunnen gebeuren. Um, dus haar ook wel aangegeven van. Uh, neem de ruimte die je nodig hebt. om, uh, om dit voor jezelf uh, ook uh, te ontdekken. Ja, in het begin was het vooral. Dat ik gewoon veel verzorging nodig had. En was je heel afhankelijk van anderen? In, in het begin volledig, ja. ja. Uh, dus toen was die ruimte er ook niet zo. Maar toen ik op een gegeven moment in de revalidatiekliniek zat, ik heb daar in totaal een half jaar gewoond. Oké. Okay. Uh, toen, toen was er op een gegeven moment wel een moment dat mijn vriendin zei van, uh, ja ik, uh, ik trek het gewoon niet meer allemaal. Ik ben het ook helemaal zat om, om in zo'n medische omgeving te zijn. En de mensen hier en de sfeer hier. En weet je wel, ik, uh, ik heb echt tijd voor mezelf nodig. Ja, en ik weet dat ik zoiets had van, uh, het liefst wilde ik de juiste heel dicht bij me hebben ja. op dat moment, weet je wel. En tegelijkertijd besefte ik ook wel, als ik nu aan haar ga trekken, dan, dat, dat heeft ze niet nodig. Dus ik dus, uh, haar ook gezegd van, nou, neem de ruimte die, die je dan nodig hebt. Maar ik, ik weet dat ik uh, door de grond ging, weet je wel, ik uh, super bang was dat ze uh, uh, zou besluiten om bij me weg te gaan. En ik heb echt vier, vijf dagen lang, elke dag met mijn vrienden gebeld, weet je wel, oh, om er doorheen te praten. Ja. En, ja, ze zeiden ook van, weet je wel, geef er de ruimte. En ja, uh, ja die hebben me wel gesupport toen. Uiteindelijk dat ze, ja, toen na een paar dagen ook weer langskwam, dat ze zei ja, ik, uh, ik heb toch wel bedacht, dit leven is voor mij ook wel voor mij. Dus uh, ik ga er gewoon uh, ook vol voor. Ja. En ja, dat is voor mij wel echt een super bijzonder moment geweest. Heel bijzonder. En heel dierbaar, denk ik ook. Zeker. En, uh, en het is niet dat het daarmee, uh, hoe zeg je dat, uh, vanaf dat moment alleen maar roosgeur en manenschijn was. Nee. Ik heb um, ja, over de jaren heen wel meer confrontaties met mijn handicap gehad. Ja. En dat is voor haar ook elke keer weer opnieuw zo'n moment van, weet je wel. Maar ja, ik denk iedere relatie heeft ze ups en downs, weet je wel. Waarom? En uh, het gevoel dat bij ons nu gewoon alleen de volumeknop wat harder staat. Als je zegt, ik heb sowieso met mijn handicap al meer tegenslagen gehad. Um, wat voor tegenslagen zijn dat dan bijvoorbeeld? Um, nou ja, de meeste mensen die denken bij een dwarsleesje vooral aan niet kunnen lopen. Hey, dat is natuurlijk uh, wat je aan de buitenkant ziet. Maar ja, een van de eerste dingen die vaak ook uh, minder gaan werken is uh, um, bijvoorbeeld uh, blaas maar ook je seksualiteit verandert, hè, hoe je dat uh, beleeft. Ja. En um, uh, iets wat ook veel voorkomt is uh, dat je ja, een soort van doorzitplekken kan krijgen, dus als je te lang zit. Nou, en ik sport veel, dus ik uh, ben ook, uh, ja, hoe zeg je dat? Iets actiever dan de gemiddelde rolstoelgebruiker. Dus ik heb daardoor ook wel meer kans op uh, dat ik ja, van die doorzetplekken krijg. Ik heb dat op een gegeven moment gekregen nadat ik zes weken in uh, Zuid-Afrika was geweest om te surfen. Ja. En gewoon te veel uren op het water geweest. Nou ja, toen ik terugkwam in Nederland moest ik uh, geopereerd worden daaraan. En zes weken lang uh, mocht ik niet zitten. Nou ja, als ik niet kan zitten dan uh, moet ik liggen. Uh, nou ja, ik kan wel voorstellen van zes weken lang op surftrippen in Zuid-Afrika. vetste dingen meemaken. vetste ja. dingen, de wereld aan mijn voeten, weet je wel. Zo. Uh, drie dagen later uh, lig ik uh, in bed en uh, moest ik zes weken lang op mijn buik liggen, weet je wel. Nou, zes ik kon... weken lang enk op je buik? Op mijn buik en op mijn zij, ja. Dus uh, ik kon niet eens mijn eigen lichtknopje aandoen thuis, weet je wel. Mijn wereld was van, weet ik veel hoe groot, naar twee vierkante meter. Ja. Uh, en ja, dat legt natuurlijk ook een hoop druk op mijn relatie, want... Ja, mijn vriendin is toch degene die met mij in huis zit dan. En ik moet haar heel veel vragen. Ja, en we hebben wel gemerkt van een gezonde relatie. Daarin zijn we vriendje, vriendinnetje, maar ja. niet uh, verzorger en patiënt. En in zo'n situatie heb ik toch die verzorging ja, nodig. Dus ja, dat is toch wel heel lastig om, uh, om daar een goede balans in te vinden. Weet je wel? Weet het is wel? Het vervelend als mensen vragen wat er is gebeurd. Ja, het hangt heel erg van het moment af en de energie waarvan, waarmee iemand het vraagt. Ik heb wel eens van ja, gewoon mensen die, die dat wel gewoon een beetje op zo'n, uh, hoe zeg je dat, sensatiezoekende manier vragen. Ja. En dan heb ik het idee dat het ja niet echt uh, uit oprecht een is. fijne plek is, niet uit, oprecht ja. is. En dan denk ik wel eens gewoon fuck off, weet je wel. Dat zeg ik ja. dan ook meestal ja. wel gewoon. Maar ja, als mensen er gewoon uh, nieuwsgierig naar zijn en uh, oprecht daarin zijn, dan uh, ja. Ik zeg altijd, je mag alles vragen en als ik geen antwoord wil geven, zeg ik het wel. Dan krijg je gewoon geen antwoord, Ja, ja precies. Ja liever dan liever dat dan dat mensen zeg maar brandende vragen hebben maar het niet durven. Yeah. Ik had zelfs echt een paar goede vrienden van mij uh, die na het ongeluk ja, dat ik kunnen bijna niet, uh, niet, niet, niet sprak zeg maar en dat op een gegeven moment ook van nee, hey, maar ik hoor zo weinig ja en dat ze zeiden van ja, weet gewoon niet goed wat ik ik heb al honderd keer een bericht ge geschreven en, en weer verwijderd omdat ik gewoon niet weet wat ik wel en niet moet zeggen en dat ik zoiets had van jou, maar ik ben nog gewoon willen ja. weet je wel, je mag me alles vragen, niks aan ja. de hand. Ik ben nog steeds dezelfde persoon, maar ja, dan ja eigenlijk voor hun weet je wel ook zo'n schok was dat ze gewoon uh... niet wisten hoe ze ermee om moeten gaan eigenlijk. exact ja en ik neem het zo ook niet kwalijk want ja ik bedoel voordat ik in hun rolstoel terechtkwam ik had ook geen idee hoe dat werkte weet je wel nee en uh, ik kende niemand uh, in zo'n situatie dus uh, ja ik had er ook allerlei beelden bij die achteraf uh, nergens op sloegen ja, ja. Ik, ik hoorde je aan het begin ook zeggen van ik heb in mijn leven al heel veel tegenslagen gehad ja nou ja, ja heel veel ik heb wel ik heb wel twee in ieder geval twee grote ja ...tegenslagen meegemaakt in ieder geval, of dingen die ik, die ik graag anders had willen zien lopen. Maar ik ben jong vader geworden, mijn zeventiende. Ja. Uh, wat uh, natuurlijk wel heel erg leuk is. Alleen ik zie mijn dochter heel weinig, dus dat vind ik wel jammer. Dat is eigenlijk vanaf het begin af aan uh, nou, heel gevecht uh, geweest om haar nu ongeveer twee keer per jaar te zien. Zo. Um, en um, ja, in hetzelfde jaar dat ik vader ben geworden, had ik een, uh, zelf een nieuw vriendinnetje waar ik uh, toen een tijd mee aan date was. En die is toen in een auto-ongeluk overleden. Dus dat is. Ja, in een jaar tijd was dat wel uh, iets wat mijn leven behoorlijk op zijn kop zette. Ontzettend veel, ja. Um, en tegelijkertijd ook wel iets waar ik nu uh, ook een hoop uh, kracht uit put. Weet je wel. Ik heb toen in het ziekenhuis uh, veel aan haar moeten denken. Dat ik denk, ja, ik, ik ben er nog, weet je wel. Ik ja. krijg een tweede kans. Um, en dat heeft zij niet gekregen. Dus uh, ja. Ik, uh, ik merk dat het me ook wel. Uh, ik denk dat het wel meehelpt uh, met deze hele situatie te dealen, zeg maar. Ja. En dat, daar was ik inderdaad ook benieuwd naar. Is het ook zo dat, dat je daardoor met deze tegenslag.? Ik vind jou ontzettend positief. Hoe je er ook over praat en, en wat je nu ook doet. Daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid over hebben. Uh, en dat vind ik heel inspirerend en heel mooi. Maar ik vind het nogal wat, wat je hebt meegemaakt. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ook. Dat, dat ja, ik weet niet echt hoe je dat zegt. Dat ik kan me voorstellen dat misschien dat je sneller kon schakelen in je mind, omdat je al heftige dingen hebt meegemaakt. Ik weet niet of ik dat goed zie hoor, maar... Mm -hmm. ja, ik denk dat dat wel uh, meehelpt en tegelijkertijd, uh, ja, het heeft... Uh, zoiets als dit had ik ook no nooit meegemaakt, weet je wel. Dat, dat mijn eigen lijf, zeg maar, en ik was altijd gewoon best wel... Eh, ik vond het gewoon belangrijk dat ik er goed uitzag en veel trainde en... Ja. Uh, om dan ineens een lijf te hebben wat letterlijk kapot is, weet je wel. Dat de helft gewoon niet meer werkt en in het begin helemaal geen contact meer mee hebt en... Ja, dat, dat was wel iets van uh, orde die ik zelf nog niet had meegemaakt. Hè? Dat het, ja, niks staat dichter bij jezelf dan je lijf, denk ik. En als dat gewoon ineens niet meer doet wat je wilt. Uh, en dat was in het begin ook. Hè? Dat ik uh, soms, op een ging, ik weet nog dat ik voor de eerste keer rechtop in bed ging zitten. En dat ik gewoon omviel omdat. Ja, zelfs rechtop zitten kon ik niet meer. Omdat ja, al je reflexen zijn gewend om op een bepaalde manier te werken. Ja. Hè, dus normaal, als je omvalt, doe je je been een beetje aanspannen of je bilspier of iets. En dat... Ja dat gaat zo automatisch natuurlijk. Ja, ja. En dat probeerde ik dan. Maar dat gebeurde dan niet. En dan viel je gewoon om. Ja, dat is echt zo raar dat gewoon, alsof je eigen lijfje in de steek laat. En dat was wel een proces wat ja, in de weken daarna, door te revalideren, maar vooral veel te bewegen en te sporten en te doen. En dan komt er op een gegeven moment ook een omslagpunt. Uh... Je bent graag op het water en dan kom je erachter dat iemand eigenlijk volgens mij om de hoek aan sitsurfen doet. Dus vertel, hoe kwam je daarachter? Ja, super toevallig geweest. Toen ik in de revalidatie zat toen uh, en het ging steeds beter met me. Ineens dacht ik bij mezelf, ja, nu ik uh, weer zelfstandig kan zwemmen en al deze dingen kan, misschien dat ik ook nog wel kan gaan surfen. Dus ik begon uh, mijn zoektocht uh, online om te kijken of er al mogelijkheden voor waren. En kwam er eigenlijk achter dat er vrijwel niks over te vinden was. Um, ook aan mijn therapeuten gevraagd van, kan ik dit uh, ja, kan ik weer windsurfen of kitesurfen of iets in die trant? Die zeiden van, nou, we denken niet dat dat helemaal realistisch is, nee. weet je wel. De meeste mensen zijn blij als ze weer kunnen zwemmen met een dwarsalesie. Ja, maar oh. dat niveau was jou alweer voorbij. Ja, precies. Ja. En uh, als je dan de zee in gaat, weet je wel, in een storm, uh, code oranje, dat soort dingen. Nou, we denken niet dat dat zo slim is. Ja. Dus ja, we wilden eigenlijk zelf een, um, uh, een bord gaan uh, ontwerpen. En de week dat we wilden samenkomen voor de eerste keer, in één keer stuurt een vriend van mij mijn video op en die zegt: Willem, dit moet je zien. En ik kijk die video en ik zie dus een man in een rolstoel met een dwarslazy. die precies deed wat ik wilde gaan doen, weet je wel. Die aan het kitesurfen was, maar dan niet op een plasje, weet je wel, met vlak water. maar echt in hoge golven en aan oh het springen en door ja. de lucht heen. En ik dacht echt bij mezelf: Ik wil weten wie deze man is ja. en ik wil weten welk bord hij gebruikt. want dit gaat mij gewoon jaren aan ontwikkeling schelen, weet je wel. Ja. En toen zijn we gaan zoeken dus wie, hij, uh, wie hij was, een uh, Fransman. Maar hij bleek in uh, Scheveningen te wonen, op nog geen half uur bij mij vandaan. Te bizar. Uh, ja, te bizar. Dus drie dagen later zat ik met hem op, uh, op de boulevard daar en uh, liet hij zijn spullen zien. En legde hij alles uit over, over zijn eigen ontwikkeling. En ja, het was echt als een lot uit de loterij. Want hij vertelde ons ook dat er eigenlijk niemand in de wereld is die uh, ja, op het niveau waarop hij het doet, uh, golfsurfen doet en, uh, en springen. Ja. Dus ja, dat was gewoon... Uh, Fucking heb ik voor mij, weet je wel. Ja, Dat, uh, jij dacht, ik ga gewoon het water weer op. Ik dacht, ik ga gewoon het water weer op. Ja. En uh, hij had alles op zijn maat laten bouwen ook. Dus hij zei van ja, als je zelf een soort gelijk iets wil laten maken, moet je het wel op je eigen maat doen. En ik zo, nou kan ik heel even in je bord proberen, weet <laughs> je ja. wel, even passen. En ja, we blijken precies allebei 1,80 meter te zijn en nee, dezelfde joh. heupbreedte. Dus ik zat echt als uh, als in een meldje, weet je. Wel. Mocht jij toen in zijn bord ook, ook ja, gaan surfen? Ik ben toen nog niet het water okay. opgeest, maar alleen. Uh, 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 om te passen, zeg maar. Ja, ja want je moet wel eerst uh, best wel wat veiligheidstraining doen. Om, ja, want je had uh, in principe pas zeven lessen gewoon kuiten gehad. Ja, precies. Uh, gewoon gewoon kuiten, een paar lessen. En zit ja. kuiten heeft wel wat extra risico's. Ja, ja wat extra risico's zijn natuurlijk... je zit niet in een bord waar je eventueel met je voet uit kan. Natuurlijk de pro's zitten in soort van skischoenen. Maar uh, jij zit met je, eigenlijk met je hele onderlichaam vast. Exact, ja. Ik zit echt helemaal op mijn bord vast met allemaal uh, straps. Dus ik kan er ook niet uit. Um, ja, het risico is dat uh, als de kite op de verkeerde manier valt... en je ligt uh, op de verkeerde manier tussen de kite en je bord in... dat je dan onder water wordt getrokken. Ja. Um, dus ik heb dat in het begin in een uh, zwembad geoefend. Oh. Uh, dat uh, wel in zijn bord dan uh, in het begin. Ja. ja en dan uh, deden ze gewoon uh, op een gegeven moment ook een touw om me heen draaien, weet je wel. En dan gingen mijn vrienden echt keihard eraan trekken. En nou dan ja. werd ik dus onder water getrokken. Ja, en dan oefen je om, om kalm te blijven... en met een bepaalde techniek jezelf weer los te maken, want... Ja, Met. natuurlijk. Je kijklijn om je heen zitten, dan uh, werken ook je safeties niet. Ja. Dus, uh, heb je wel safety daar ook, dat je wel jezelf in een manier kan losklikken? Uh, uit het bord op dit ja. moment uh, niet. Nee. 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 Nee, we zijn we wel naar aan het kijken. Ook wel eng. Ja, ja. dat op zich wel. Um, maar ja, op zich heb ik ook wel geleerd om als ik val, op zo'n manier te vallen dat, dat eigenlijk 99 van de 100 keer ik zo weer gewoon uh, opstart zonder al te veel problemen. En, ja, ik heb nog niet meegemaakt dat mijn safety's niet werkten. Nee. Oké, okay. dan gaan we daar gewoon van uit <laughs> dat, dat dat zo blijft. Um, en nu wil je ook het sit meer op de kaart gaan zetten. Zijn er meer mensen met, met een beperking die dit ook aan het leren zijn uh, door jouw verhaal? Um, ik krijg vooral veel berichten online van ja. mensen die dit willen gaan leren. En uh, in de jaren 70 had je het met windsurfen dat mensen dat eenmaal gingen, gingen ontdekken, weet je wel. En je ziet nu in de afgelopen twintig jaar dat kite echt uh, zwaar gegroeid is, dus weet je wel, een ja. fucking grote sport geworden. Ja. ja. En nu sinds een paar jaar dat is het aangepaste uh, steeds meer en meer op de kaart komt. Maar ja, wij zijn dus heel erg in die ontwikkeling van ja, wie gaat voor het eerst deze trick doen, wie gaat voor het eerst deze trick doen. Dus ja, super vet. als Jullie zijn gewoon lukken, aan het begin van alles. Gewoon zeg maar, alles wat zeg maar over honderden jaren als dit gewoon super mainstream eigenlijk is, dat mensen dat gewoon ook lekker kunnen doen. Dan ben jij gewoon die guy die dat allemaal voor het eerst heeft gedaan. Hoe vet is dat? Ja, gewoon gaaf dat, uh, dat die kans zich voordoet. Ja, ik bedoel, uh, ik had uh, liever gewoon kunnen lopen, weet je wel. Maar die, die ja. keuze die heb ik niet. Ja. Uh, dus dan denk ik, ja, dan maar gewoon het beste maken van, uh, van de versie die je waar het mee te doen hebt, weet je wel. Wat is je ultieme droom? Dat uh, vind ik een leuke vraag. Dat, uh, mijn ultieme droom, ja, dat was de tijden van mijn ongeluk om, om naar Zuid-Afrika te gaan en weer te leren surfen en daarop de mooiste golven ter wereld te surfen. Nou, dat heb ik onderhand uh, nu de afgelopen twee jaar kunnen doen. Zo vet. Dat uh, heel kicken ja. en uh, ja, op dit moment ook uh, professioneel kitesurfer geworden. En mijn grote droom nu is om uh, samen met uh, de merken die me sponsoren uh, de mooiste reizen te gaan maken over de wereld en aan de wereld te laten zien wat de mogelijkheden zijn voor een surfer in een rolstoel. Ja. Uh, maar niet alleen daarmee andere mensen in een rolstoel te inspireren, maar juist ook andere mensen om echt je dromen na te jagen. Ja. Zijn er ook kampioenschappen? Voor uh, sitkaarten uh, uh, nog niet. Eh, omdat het gewoon uh, best wel een uh, beginnende sport is, nog. Ja. Uh, maar dat is wel iets wat we met de stichting ook op de kaart aan het zetten zijn. Ja. Ja. Dus uh, stap 1 is natuurlijk meer mensen op het water. Stap 2 is uh, zorgen dat de competitie komt. Um, maar wat ik bijvoorbeeld zelf wel doe, is uh, uh, deelnemen aan bestaande wedstrijden. Zo eh, ja. so, uh, heb ik me voor dit jaar ingeschreven voor de Nederlandse kampioenschappen golfrijden. Maar dan doe ik gewoon tegen normale kitesurfers, weet je wel. Ja, nog dus, verder uh, als je wint. Ja, vind ik ook leuk, weet je ja. wel. Dat ik uh, kijk hoe ver ik het uh, daarin kan schoppen ook. Ja. En uh, ja, grote kans uh, dat ik uh, misschien bij Red Bull King of the Air dit jaar... een uh, soort van demonstratieronde kan, uh, kan geven. Samen met uh, ja, nog uh, twee andere beste kiters van de wereld. Dan Zit ben ik kaiters. erbij hoor, dat wil ik echt zien. Dat uh, ja, lijkt me zo ja, vet. En, dat is echt uh, dik. Ik was er en het ziet er... Uit. Je gasten gaan. Wat is het? Hoeveel meter de lucht in? Ja, gewoon 20, 30 meter hoog. Dat is echt insane. Ja. Echt bizar. Hoe vet? Dat, uh, dus uh, ja, als, 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 als we die kans krijgen, zijn natuurlijk geweldig zijn om, uh, ja. om de sport meer op de kaart te zetten. Ja. Ja. En nu weet ik ook dat jij ook veel uh, als spreker je verhaal vertelt en daar ook uh, veel tips over deelt. Um, wat zou jij willen meegeven aan mensen? Ja, wat ik met mijn verhaal delen ook wil, of ja, hoop te bereiken is is om mensen op een andere manier naar tegenslag te laten kijken of naar veranderingen. Want kijk, bij mij dat er iets gebeurd is, is heel erg zichtbaar. Ik zit in een rolstoel, ik ben 30 nu, dus als ik ergens kom dan zien mensen meteen er is iets gebeurd. Eh, maar ja, iedereen die maakt shit mee en dat zie je niet altijd aan de buitenkant zo duidelijk. En dat is ook wat ik met mijn verhaal wil meegeven aan mensen. Eh, want eh, tegenslag, dat is iets waar we allemaal mee te maken hebben en ja, ik weet zeker dat ook jij bijvoorbeeld dingen hebt meegemaakt waar ik niet mee wil ruilen. Ja. ja maar wat ik wel heb geleerd is dat het uiteindelijk niet de, de tegenslag is. Of uh, de verandering die bepaalt wat de kwaliteit van je leven is. Maar de manier hoe dat je daarmee omgaat. Ja, en wat ik een leuk metafoor vind is... Ik bedoel, ik zit in een, in een rolstoel, ik heb een dwarslazy. En mijn grote droom was om te gaan kitesurfen in Zuid-Afrika. Nou ja, dat heb ik kunnen waarmaken voor mezelf. Ja, dus ik hoop ook mensen te inspireren om... Ja, op die manier naar hun eigen dromen te kijken. En op zoek te gaan naar de kansen en de mogelijkheden. En vooral om te durven dromen. Want in mijn beleving is geen golfdoog. Ik wil jou heel erg bedanken. Ik vind jouw verhaal echt mega inspirerend. Maar ik vind het ook gewoon vet hoe je het leven staat. Hoe positief je bent. En ook gewoon los van alles teringvet wat je met Kajten doet. Uh, wij gaan je allemaal volgen. Check het. En uh, bedankt voor je tijd. Yes, dankjewel. Dit was hem dan de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.